Megalomannetje hier. Dit is aflevering 47 van Minecraft met Megalomannetje. In aflevering 46 heb je kunnen zien hoe ik een T-flop schakelaar in elkaar heb gezet. En dat ik die hieronder wou maken. Nou, let op. Nou, dat is wel heel jammer, ik zit vol. En nog een keer terug. Dus ik mag steeds vol. Een beetje er maar uit. En zo. Lijkt perfect, ga ik weer terug. Gaat hij naar beneden. Nou, en hieronder zit dus de T-flop-schakelaar. En het is hem, je weet nog hoe het eruit ziet. Bloep, bloep, heen en weer. Hartstikke leuk. Het was wel best lastig om hem... om hem hieronder te krijgen. Ja, want je zit natuurlijk altijd met dit hier. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hier een stukje redstone neergelegd. Daar een steen. Een torch op. En daarboven weer een steen. Dat is deze. Want wat gebeurt er nu? Deze schakelt die uit, waardoor deze aangaat. Het signaal gaat hierdoor. En dan wordt deze en die aangezet. En het redstone wat er al lag, zet alle andere omhoog. Makkie. Of niet? Ik dacht het wel. Makkie. Zo. Er ligt nog een stukje bloem. Kom maar bij me. En met je weer mee. Alles mee. Hoppakee. Even zien, heb ik hier nog iets nodig? Laat ik deze even meenemen. Wat kan ik hier missen? Zo. Nou, dat was één dingetje. En dan gaan we verder met het volgende project. Kijk, nou heb ik ook al geprobeerd om hier een T-flop schakelaar onder te maken. Dat werkte wel, maar dat ging zo traag. Dan stond ik steeds voor een dichte deur. Ja, niet cool. Nee, we zien nou, we hebben genoeg bij ons voorlopig. Ja, ik ben hier ook bezig geweest. Een tunnel gemaakt. En dat is hier een rails, een spoorbaan. Die gewoon helemaal naar beneden gaat en naar onze... zombie farm en andere zaken. Ik kijk nu net even. Ja, moet er nog een bochtje in, dat is wel jammer. En ik zit me nog steeds af te vragen of ik nou hier het rails moet gaan maken. Dat ik hier begin. En dan hier zo langs rij. Ik denk dat dat het beste is. Lijkt mij eerlijk gezegd wel. Dus ik denk dat we dat even gaan doen. En kijk wat daarin zit. Oh, nou altijd goed. Daar, smooth down. Ook altijd cool. En ja, daar zweeft nog een kratje. Even gaan zien of we erbij kunnen. Ja, zit ook helemaal vol. Ai, 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 ai. Eerst maar even wat ruimte maken. Weet je wat, misschien is het nog beter om nog een... ons magazijn nog wat uit te breiden. Gewoon... Oh. Hier een gat hakken. Ja, laten we dat maar eens gaan doen. Ja.
Nee, die wat lichter volgens mij. Ja, dat moet dus niet. Zo. 8 trappen. Zetten we hier zo een trappetje neer. Maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe die daar staat. Als die daar maar staat. Ja, onder wat. Zo. Nu. Ja. Kistje. Daar moet geen trap. Het is alweer te lang geleden dat ik dit gedaan heb. En een kistje ernaast. Zo. En dan moet daar een trap. Nou, dat kan doen we gewoon zo. Nou, doen we het gewoon zo. Doen we gewoon anders. Doen we gewoon zo. Vullen we dit weer op met hout. Ja, dat is perfect. Deze daar. Kan ik er dan nog uit? Ja, dat kan ik. Nee, dan maar zo. Daar. Ja, als je met een shift toets indrukt, dan kan je een kistje op elkaar plaatsen. En nog één. Huppakee. Ja, anders lukt dat niet. Dus dat moet je per se zo doen. Zo. Nou, ook weer mooi. Dit nog even weg. Oh. Dat is wel jammer. Nou ja, maakt mij niet uit. Ik zet hem toch hier neer. 1, 2, 3. Dan staan er mooi 3 achter elkaar. Dat is toch mooier. Zo. En dan maken we nog 2. Daar en daar. Nou, dit is in ieder geval handig. Kunnen we er zo naartoe. Hoppakee. Weer een muur af. En wat we hier dan mee gaan doen. Misschien maken we dat gewoon zo dicht. Zoiets. Is niet super mooi, maar het werkt wel. Ja. Nou, nog een paar bordjes erbij. Ik heb een 9. Dus ik weet niet hoeveel dat wordt. 9, heb ik genoeg aan 9? Ik denk het wel. Want ik heb daar 6. Dat zijn de 3. Vier.
5. En zo, die er nog tussen. Hup. Okay. 6. Daarheen, 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 daar en daar. Nou, ook mooi. Kunnen we hier ook nog een muurtje maken? Nou zit die hier, ja die past daar precies. Dat is ook weer tof. Het zit ons best mee. Kijken, daar loopt verder niks. Nope. Zo. Nee, daar. Nog meer kistjes. Was het al. Weer twee kistjes erbij. Zo. Dan moeten daar ook nog twee op. Oh, zo blijf ik wel bezig. Hoppakee. Wacht daar wat op, volgens mij niet. Oh. Dat is interessant, je kunt daarop springen. Weer wat geleerd. Licht. Het is toch interessant altijd zo'n achterkant van een gebouw. Nou, ik heb het zelf gemaakt, dus ik weet het al ongeveer. Zo. Ja. Helemaal niet slecht. En die daar weer in. Boop. Even zien, die hangt aan die kant. Zo. En het magazijn is af. Nou. Niet raar, het kan wel beter, maar ach, hè. Hier moet toch wat. Zo, wat kunnen we nog meer doen? Even zien, heb je dit al gezien? Oh, ik weet niet meer hoe dat werkt. Moet dat dan met redstone erin? Die. Die en die. Deed je dat nog maar of moet je dat... Of doe je dat... Even zien hoor. Ik wil eigenlijk een redstone lamp maken, maar... Oh, nee, doet het zo ook niet. Nee. Bijna zeker dat dat met een kaarsje is. Of met twee. Nee. Nou, schiet maar wel lek. Hè?
Nou, dat moet ik even uitzoeken. Ja, ik weet het. Ik was best warm. Zo. En dit is dus een redstone lamp. Nou, die kan je gewoon... Oeh, ik weet eigenlijk niet zeker of dat kan en of die dan... Die wou ik hier plaatsen. En nou is die uit. En als je er een... Even kijken... Lever opzet, een schakelaar, een hendel. Is ook klaar. Je kunt hem er zo opzetten. Klik, licht. Zo. Die nog even weg. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel mooi. Maar dan zet ik gewoon aan de andere kant neer. En die brandt ook al. Nou, klaar. Dan zou dit weg moeten kunnen. En aan deze kant zou die ook weg moeten kunnen. Zo. Ja, dat geeft wel licht genoeg. Misschien dat ik daarboven ook nog één ga maken. Even zien. Ja, dat kan volgens mij wel. Maar er zit natuurlijk wel de... Waar wou ik die dan maken? Daar. Nou, die wou ik eigenlijk niet, maar hij zit er tegenaan, dus dat is perfect. Ja, zie je, daar zit... Ah, jammer. Kijk wat er gebeurt als ik hem zo tegenaan druk. Daar kan die dus niet. Kan die daar? Daar kan die denk ik wel. Maar als ik dan hier overheen loop. Nou, dat geeft niet. Dat is maar even aan uit. Ik vind het wel goed zo. Hup. Nee, gaan we niet doen. En dan doen we daar ook één, uiteraard. Even kijken of die aangaat. Ja, nou, perfect. Dit gaat nog weer dicht. En... Ja, ik vind dat wel mooi. Misschien is... Ah, die wilde ik daar niet. Ik wil deze daar. Zo. Ja, dat is wel beter. Nou, zie je dat? Een vliegende fakkel. Daar gaat hij. Hij zit in een loop. Daar is hij nou. Ik ga hem even pakken. Nou, geplet.
Dan blijf je maar lekker zitten. Kijk, het maakt toch niet uit of die lampen nou uit of aangaan, want je... bent die toch altijd als ze dicht zijn, dus je ziet het licht perfect. Even zien. Nou, jammer. Dan wil ik daar ook een lampachtig iets hebben. Zo. En dat doe ik met deze... slecht gemikt. Ah. Ik weet het niet of dit wel lukt. Jawel. Zo. Een trapdoor. Die zocht ik. Want die kan je daar dan voorzetten. Heb je ook weer een soort lamp. Dan kan die weer uit. Zo. Leuk. Zo, bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer. Later. Doei doei. Ja, daar is dat, die fakkel nog steeds, hè.